Bolsa Marsha. Marsha. Hello. Hey, hoe de commissaris van de koningin onze provincie. Meneer de commissaris, de koningin in onze provincie. Beste belangstellende, wat fijn, wat grandioos dat u gekomen bent. Niet gekomen bent omdat, laten we die staatsrechtelijke bestuurlijke opmerking daar maar maken. Niet gekomen bent omdat de gemeente Ravenstein in bestuurlijk opzicht op 1 januari gewoon doorgaat, zij het dan onder de naam van het stadsbestuur van Os. Maar omdat u gekomen bent om elkaar te treffen op een moment wat zo typisch is, dan bericht heb ik nog niet gezien over die reden misschien. Maar als je zo met elkaar toch deze gezamenlijkheid wil beleven, samen wil zijn als een gemeenschap en in die saamhorigheid toch stil wil staan met het vooruitzicht naar vrede op aarde in het kader van kerstfeest, dan denk ik dat we toch het signaal ongemerkt aan elkaar doorgeven en daardoor ook deze bijeenkomst, dit Ravenstein bij Karezicht, ook in het jaar 2002 een mijlpaal is om met vertrouwen naar de toekomst te kijken, wetende dat ook in het afgelopen jaar natuurlijk tegenslagen en natuurlijk verdriet een weg hebben gevonden door ons leven. Zoals in die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. En alle gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. En omdat hij hoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem gegeven. Om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. En terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zijn moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond er een engel des Heer voor hen. En zij werden omstraald door de glorie van de Heer, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u het teken zijn. Gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Plots voegde zich bij de engel een hemelse heerschaar. Zij verheerlijkte God met de woorden: eer aan God in de hoge en op aarde vrede aan de mensen in wie hij welbehagen heeft. Zodra de engelen weer van hen waren heengegaan naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: komt, laten wij naar Bethlehem gaan, om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze haasten zich erheen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Alle die het hoorden stonden verwonderd over wat de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Het was juist zoals hun was gezegd. Dag dames en heren, goedenavond. Emotioneel moet ik zeggen om bij u te zijn
in de laatste keer dat Ravenstein Ravenstein is. En dat ik me nu mag rekenen tot de categorie der laatste gasten. Toen ik de tekst van het Lucas-evangelie op weg naar Ravenstein nog eens doorlas om niet te veel te stotteren of de klemtoon verkeerd te leggen, dan is dat natuurlijk voor een ieder een heel bekende tekst, veel gehoord of zelfs gelezen. En bij het lezen van de tekst of bij het luisteren naar de tekst heb je zo je eigen gedachten, die gaan zo op hol. En nu op weg naar Ravenstein werd ik getroffen, toch nog eens, en verrast was ik over de laatste zin. Want hier staat, de herders die keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden. En dan komt die laatste zin, het was juist zoals hun gezegd was. En dat vond ik nou zo frappant, dat die herders dat vonden, het was juist zoals hun gezegd was. Kortom, die herders hielden op van de waarheid. En dat is zo merkwaardig in deze tijd, het gaat ons om de waarheid. We willen precies weten wat er juist is. En dat heb ik ook altijd gestreden met onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken om de waarheid te achterhalen. En dan vind ik het eigenlijk zo frappant dat het eens hier, dat dat vroeger ook zo was, men wilde de waarheid en men was verrast. Het was juist zoals het gezegd was. Kortom, ik moet u zeggen, die zin is mij altijd ontgaan. Dus je kan geruststellen dat Ravenstein zelfs bij kaarslicht mij de ogen heeft geopend. Mag ik u allen een zeer voorspoedig en gezegend kerstfeest toewensen en het allerbeste in dit nieuwe jaar. En ik ben ervan overtuigd met deze burgemeester, zo'n goed bestuurder, dat hij alles goed voorbereid heeft. En dat ik eigenlijk, als ik later terugkom, nauwelijks zal bespeuren dat Ravenstein Ravenstein niet meer is. Even dank. Dank u wel, meneer Van Vollenhoven. Ik heb ook eerst gedicht voor laten lezen. Duizend lichtjes, naar buiten in de nacht. Duizend lichtjes, in het donker op de wacht. Duizend lichtjes, samen met de maneschijn. Duizend lichtjes, want vrede is fijn. Duizend keer liefde en respect voor elkaar. Duizend keer liefde, was het maar waar. Duizend keer liefde, een gelukkige tijd. Duizend keer liefde, een wereld in mij verblijdt. Duizend harten, gezellig bij elkaar. Duizend harten, nu is de wereld niet meer naar. Duizend harten, nu is het vrede. Duizend harten, is het al heden? Dankjewel, Esther. Goed, dan zie. We gaan zelf ook even rondlopen. We zien u hopelijk straks terug om 9:15 bij de samenzang hier op het Marktplein. Veel plezier.
Shall I play Mario Kart at the bij Kaarslicht. Het zit er bijna op. Ik zie dat het koperensemble klaar staat. En weet u, als we dan samen gezongen hebben, muziek gemaakt en anderen misschien wat geluisterd hebben, dan hoop ik dat dat typerend is voor de komende tijd, maar zeker ook voor het volgend jaar. Samen willen luisteren, samen willen zingen, samen willen spreken. Samen willen luisteren naar datgene wat gebeurd is. Dat is iets anders dan spreken. En misschien is het goed dat we in de toekomst heel veel samen zingen, heel goed samen luisteren en zo met vertrouwen ook het komende jaar tegemoet gaan. Ik wens u van harte gezegende kerstdagen en bij voorbaat in alle opzichten een goed en voorspoedig 2003. Wel thuis, dank u wel. Dank u wel, burgemeester Keizer. Thank you.